Ja, lieve vrienden, het is weer woensdag. En ik wens jullie allen een hele, hele fijne dag. En van harte welkom bij een gloednieuwe vlog bij Corina en de Beestenboer. Ja, nou, voor mij is het al sowieso niet fijn, want ik heb geen geluid bij mijn tv. Ja, dat viel allemaal gisteren in duigen. Ik weet niet wat er gebeurde. Ik leg gewoon die afstandsbediening. Had ik niet in de handen. Die lag op tafel. Ik zou mijn koffie pakken. En ineens staat het beeld stil. Ik denk, wat is dit dan? Ik denk, nou, storing kan toch? En ineens viel het beeld weg. Was het zwart beeld. Toen kreeg ik dat balkje van geen signaal. Alles uitzoeken. Nou, dat hebben we dus gedaan. Ik heb zelfs Roderick mijn schoonzoon opgebeld. Ik zeg sowieso. Tenminste, hij belt mij op. Ik had het in wat is app neergezet. En hij belde terug. Nou, we hebben alles doorgelopen. En nog geen geluid. Nee, wel beeld, maar geen geluid. Dus ik ga zo meteen gaan. Ik eventjes Ziggo bellen. Want ze kennen me wat. Ik moet geluid erbij hebben. En het geluid gaat weer via een andere box. Ja, ik heb twee boxen op die plank staan boven de televisie. Eentje van Samsung, weet ik hoe je dat uitspreekt. Daar horen boxjes bij, dus ik heb allround. Dus ja, nou, ze zorgen me dat het weer doet. Dus nou, sturen ze maar iemand die er verstand van heeft. Simpel. En ik ben met een vlog bezig om in... hier in elkaar te zetten. Ik moet hem daar nog neer doen. Nou, er is een vlog daar bezig, dus dat gaat allemaal goed. Ja, ik ga nou eerst een bakje koffie doen en een broodje doen. Want ik heb nog niet gegeten. Nou, straks krijg ik visite en mijn mannelijke begeleider komt. Nou, misschien dat die er ook verstand van heeft, dat zullen we beleven. Want ik weet niet hoe laat hij komt, want hij heeft cursus, dus ik kom later. Ja. En de beesten zijn allemaal binnen en de haren die vliegen weer om me heen. Terwijl er gisteren gezogen is en maar ja, morgen weer een dag en dan wordt het beneden allemaal goed schoongemaakt. En ik zie dat er een plantje water moet, dus ook dat gaan we doen. Die hangt er zielig bij. Armplantje. Oi, 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 oi. Nou, geven die zo even water. Simpel zat. Hé, wat jouw meisje. Ik zit ook dat raam open, dus ik kan alles tegen elkaar open nu. Want het is bloedje heet in huis. Het is buiten nog beter dan huis. Het begint al te zakken. Het was 26 graden in huis. Het is nu 25. Ja. Het begint te zakken, het begint te komen. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, tot later. Geniet ervan. Ja, lieve vrienden, hier ben ik dan weer even. Ik ben met mijn eten bezig. Mijn hondje die is al aan het eten. Ik ben vlees aan het bakken. Ik heb wel de televisie aan. Maar ik heb de computer erbij aan, ook de televisie. Die loopt even wat achter, geloof ik. Of op voor, dat weet ik even niet meer. Op achter, qua geluid. Dan op die. Dus dat is jammer. Maar ja, ik heb wel geluid nou via de computer. En ik krijg vrijdag bij dat ding een monteur. Het is niet zeker... Maar hoogstwaarschijnlijk moet het me €50 gaan kosten. Maar als het aan hun ligt dat er een fout is met de box of daar in de meterkast, dat ging. Als het daar allemaal aan ligt, hoef ik niks te betalen. Dan is het voor Ziggo. Maar is wat anders kapot, moet ik €50 betalen. Halleluja. Ja, nou ja, niks aan te doen. Het moet toch weer gemaakt worden. Wat het ook mag wezen. Ze zorgen er maar voor dat er weer geluid komt. Want ik zit dus nog steeds zonder geluid. Maar in ieder geval, ik ga mijn vlees verder bakken, zodat ik kan eten. Even een blikje groente erbij openen. En dan komt dat ook wel weer goed. Ik zou zeggen, tot later. Doei.
Ja, ik denk dat die landen moeten zo. Ik weet het niet en dat hij nog niet mag landen. Want ook dat gebeurt wel eens. Want ik weet niet wat er aan de hand is, maar dat merken we wel. Want je zit ook GTS te kijken, dus ik ga weer even terug. We horen hem vanzelf alweer. Kijk. Dat zit ik dus even te kijken. Daar is hij er ook wel voor, maar loopt hij even wat voor. Nou, ik kan er niks aan doen. En mijn hondje die ligt daar. Nou, ik ben benieuwd. Net ging die helikopter nog lager over. En die vloog hier boven. Ja, dus wel een leuk gezicht eigenlijk, hè? Maar ja, wie ben ik? Wie weet, komt hij straks weer retour, dan laat ik hem jullie wel weer even zien. Doei doei! Ja, die moet duidelijk landen, maar dan kan het nog niet. Nee, helaas, pindakaas. Doei doei! Jongen, dat groeit ook als kool, hè? Dat groeit als kool. En ik zie daar tomaatjes hangen. Hier aan dat takkie. Tomaatjes. Maar er was in ieder geval meer te zien. Maar ja. Daar moet ik toch hulp bij hebben. Nou, hier was van de week een tak afgebroken door het gewicht. Maar kijk. En daar. Ja, doet het goed. Ja, doet het zo goed, zo goed, zo goed. Hoor nou eens, er gaan zwaluwtjes door de lucht. Ja, en dat doet het goed. Kijk, ik zie weer wat rood. Ik zie er binnenin nog rood. Ja, gaat morgen ook af. Dus. Hé, hondenkont? Ja, wat jou. Het is prachtig mooi weer. Ondanks dat het bewolkt is. Kijk, zwaluwtjes door de lucht. Allemaal zwaluwtjes. Maar ja, ga je mee naar binnen? Goed zo. En toen zijn we binnen, toen was het gelijk een stuk donkerder. Ja. Hé? Ja, nou? Ja. Hij is zo lekker lief, hè? Ja, hij is zo lekker lief, hè? Oeh, ja. Ja, dus met pootje. Hij had in scherp gestaan, het beestje. Ja, had hij last van zijn voorpootje. Het bloedde helemaal. Ja, de tuinen hier, ik weet niet wat het is, maar het ligt vol met scherp. Overal, niet alleen hier, maar er zijn meerdere mensen die er last van hebben. En niet alleen in deze wijk, nee, het is bijna door de hele stad heen. Allemaal stenen, stenen. Glas, andere scherven, bij wijze van spreken van kopjes of borden of wat dan ook, scherven. Wie heeft daar nog meer last van in hun tuin, in de grond? Dat het is gewoon vreselijk. Nou ja, daar kan je wel tegenaan werken, maar het komt gewoon weer omhoog. Maar wat ook gebeurt, die rotkraaien, die nemen ze ook mee. En die laten het weer vallen. Dat, ja, het is wat dat er gaat sociaal van die kraaien. Maar ja, wat doe je eraan? Het zijn beesten. Maar oké, okay, lieve vrienden. Ik maak er een einde aan. En ik zou zeggen, een fijne avond verder nog. En voor later wel trusten. Met mooie dromen. Lekker slapen dus. Morgen gezond weer op. Dus tot aan de andere kant van de nacht. En nog steeds
Ja, geen geluid. Maar dat komt daar vandaan. Ja. Dus zeggen, doei doei!